We staan in de AMC. Ik sta hier bij meneer Manu Kiersen. Kersen. Uit Leuven. Uit Leuven. Helemaal uit Leuven. Het is vandaag een symposium over familie en psychose. Zou u iets willen vertellen over de rouwverwerking bij schizofrenie? Je kan eigenlijk zeggen dat dit een verlieservaring is, zoals mensen die iemand verliezen bij sterven. Je ziet ineens je normale leven helemaal naar beneden gaan. Je verliest dus eigenlijk het beeld dat je had van jezelf. En de familie verliezen eigenlijk het beeld dat ze hadden van die persoon, want niemand heeft zich daaraan verwacht. En je maakt evenzeer dus een rouwverwerking door, zoals je een rouwverwerking ziet na een overlijden. Maar wat is het grote probleem? 1. Dat de samenleving dit vaak niet beleeft als een rouwverwerking of als een verlies. En ten tweede, dat het hier gaat om leven met een levend verlies. Mensen zeggen soms, heb je het nu nog niet verwerkt? Maar hoe kan je dit hebben verwerkt als het er elke dag weer opnieuw is? Dus het gaat om leven met een levend verlies. En heel veel uitgangspunten die men hanteert bij het benaderen van mensen in verlieservaringen, als men het hier al ziet als een verlieservaring in de medische wereld, maar heel veel uitgangspunten die men normaal hanteert, zijn hier niet van toepassing. Omdat normaal gesproken men verwacht, als je een dierbaar iemand verliest aan de dood, dat je rouwverwerking geleidelijk aan in intensiteit afneemt. Terwijl het hier gaat om leven met een levend verlies. Elke dag is dat verlies weer intens aanwezig. En de rouwverwerking kan toenemen in intensiteit in plaats van afnemen in intensiteit in deze situatie. Omdat je telkens weer geconfronteerd wordt met levenservaringen waarvan je het gevoel hebt, ik sta daar voor een gedeelte buiten door mijn ziekte. Mijn leven verloopt anders dan dit van andere mensen. En wat zie je? Dat je voortdurend weer pieken van intensiteit, van verlies meemaakt, die door de omgeving vaak verkeerd worden ingeschat en niet worden begrepen. En door de omgeving worden getypeerd als, die heeft dit nu nog niet verwerkt. Terwijl men er echt vanuit gaat dat als men één keer een grondig gesprek heeft gehad en je hebt je wat kunnen ontladen, dat de volgende dag, als men je tegenkomt, het probleem weg is, want men heeft al een goed gesprek gehad de vorige dag. Maar de volgende dag staat die ziekte daar weer voor de deur. En de volgende dag staat hij daar weer voor de deur. Wat maakt dat het een heel andere verwerking is. Je ziet, brengt mij de vraag op, is er toch sprake van een bepaalde herstel? Is daar sprake van? Er is sprake van herstel, maar men moet telkens rekening houden met terug wegzakken in dat herstel. Juist omdat je, stel u voor, je krijgt ineens de huwelijksaankondiging van een goede vriend. En je wordt daarmee geconfronteerd en je ziet ineens van, goh, zal dit ooit een mogelijkheid voor mij zijn? En boef, je zakt ineens weer weg. En als men je dan op dat moment tegenkomt, denkt men van, och, heeft die nou nog niets verwerkt? Is nu nog geen stap verder? Jawel. Maar verwerking loopt anders. Verwerking loopt met pieken, met dalen. Maar wil dat zeggen dat de rouwverwerking altijd blijft? Ja, ja, eigenlijk wel. Omdat het gaat om een levend verlies, zie je dat op elk moment in het leven, dat daar ineens weer levendig voor de deur kan staan. Denk bijvoorbeeld aan, iemand zei mij gisteren, ik kreeg bezoek van goede vrienden en die waren vol enthousiasme aan het praten over hun kleinkinderen. Ik zal nooit kleinkinderen krijgen van die dochter die ziek is, omwille van haar ziekte. Dus ineens werd ik heel stil, werd ik heel verdrietig. En ze keken naar mij en zeiden ze, ben jij daar nu nog niet over? Dat is nu toch al 25 jaar. Nee. Elke levensconfrontatie gooit mensen terug op dat etiket dat ze ooit opgeplakt gekregen hebben. En dat eigenlijk hun leven mee beïnvloedt. En
Hoe leer je daarmee omgaan? Hoe leer je daarmee omgaan? Wel, op een belangrijke manier van ermee omgaan is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. En de werkelijkheid is hier dat het gaat om een levend verlies. Dus leren onder ogen zien van dat is iets dat elke dag in mijn leven mij weer parten kan spelen. En ik moet mij voornemen om mij voor te bereiden op pieken en dalen die zich kunnen voordoen in mijn leven, om op die momenten de nodige steun te zoeken, een aantal mensen te verduidelijken wat met mij gebeurt, zodat ik ook bij mensen terecht kan op die momenten. Maar dit vereist natuurlijk dat de samenleving en de medische wereld voldoende zicht heeft op wat het is, leven met een levend verlies. En dit staat nog maar in het beginpunt in onze geneeskunde en nog helemaal niet in onze samenleving van dit te leren zien als de consequenties van wat is leven met een levend verlies. En als je de stoornis geaccepteerd heeft, ik heb schizofrenie, is de rouwverwerking dan nog aanwezig of is die anders of gaat die weg? Wel, je hebt geaccepteerd dat die ziekte er is. Ja. Maar je hebt daarom nog niet geaccepteerd dat je naar het huwelijk moet gaan van de kleinkinderen of de kinderen van je vrienden en dat zelf nooit kunt beleven. Versta je? Dus je kan die ziekte accepteren, maar alle consequenties die in het leven meebrengt, die kan je onmogelijk op voorhand allemaal accepteren. Maar het is dus heel normaal, als je daar ineens mee geconfronteerd wordt, dat dit een heel scherpe en moeilijke confrontatie is. En je zou kunnen zeggen, waar men zegt bij een rouwverwerking, die werkelijkheid onder ogen zien is een heel belangrijke opdracht. Men zegt vaak, mensen ontkennen vaak die werkelijkheid. En je moet eigenlijk mensen helpen die werkelijkheid onder ogen te zien. Is hier de vraag of ontkenning niet vaak een stuk weldadig effect heeft. Ik heb wel die ziekte geaccepteerd, maar ik zie vandaag niet onder ogen op welke momenten in mijn leven dit welke consequenties allemaal kan hebben. Want als ik dit allemaal moet vandaag onder ogen zien voor een hands leven dat volgt, dan is dit geen leefbare situatie voor mij. Dus hier kan ontkenning, een zekere vorm van ontkenning, een weldadig effect hebben. Maar er zijn toch ook zijn mensen met schizofrenie die toch ook kinderen krijgen? Die wel kunnen, ja, die ja, wel ja, kinderen ja, krijgen. Dus, ja, daar gelden toch eens andere regels? Ja, ja. In de mate dat je een gewoon leven kunt leiden, zal dat verlies minder zijn dan iemand die dat gewone leven niet kan leiden. Maar in dat gewone leven, zelfs als je een zo normaal mogelijk leven kunt leiden, kan de ziekte af en toe weer opflakkeren. En dan zit je met het verlies voor jezelf daarin. Je moet maar denken als vader, kan ik er nu niet zijn voor mijn kinderen? Maar je moet ook rekening mee houden met het verdriet van die partner, van die kinderen, eventueel van die kleinkinderen die daarmee worden geconfronteerd. Ja, maar dat het gewone leven geeft toch ook zulke problemen? Als je geen schizofrenie hebt. Het gewone leven heeft ook zo'n probleem als je geen schizofrenie hebt. Ja. Dus dan is dat toch niet anders als anderen? Het is wel anders dan anderen, omdat je met dit etiket erbij moet leven. Het is geen vrolijke boodschap. Het is geen vrolijke boodschap, want het haalt eigenlijk het herstel er half op onderuit. Nee, het haalt het herstel niet onderuit, omdat je, als je een samenleving hebt die daar leert mee omgaan, wat betekent dit? Dat je op moeilijke momenten begrip krijgt van mensen in plaats van onbegrip. En dat begrip dat je van mensen krijgt, het gaat dus om leven met, het gaat niet om stoppen met leven, het gaat om leven met een levend verlies. En hoe kan ik daarmee leven? Door hier die werkelijkheid onder ogen te zien, die pijn te ervaren die dat meebrengt, en mij aan te passen aan de wereld met dit soort situaties. Maar je kan je veel beter aanpassen aan die wereld als je een omgeving hebt die dit ook begrijpt en daar begrip voor opbrengt. Ja. En wat is de rol van de familie daarin? Wel, de rol van de familie
ook die familie moet aandacht krijgen van die professionele omgeving. Want als die familie daarmee alleen staat, je kan maar ruimte maken voor iemand anders als je ruimte hebt in eigen boezem. Als die familie vol zit met zorg, dan kan die familie geen opvang bieden. Maar als die familie ook opgevangen wordt en begrepen wordt in wat zij meemaken, kunnen ze ook opvang bieden aan anderen. Ja? Daar gaat het vandaag een beetje over. Ja. Oké, dank u wel. Ja, dank u wel. Maar het is inderdaad geen gemakkelijke boodschap. Hè? We'll be right back.